Op maandag 13 februari werd in Cultura gepraat over sport. Aanleiding was een tweet van sporthistoricus Jurrit van der Voren, waarin hij zijn ongenoegen uitte over het sportbeleid in Nederland. Op één dag werd bekend dat er meer geld naar de topsport gaat, maar dat op zijn zoontjes school het aantal uren gym naar beneden ging. Wat vinden wij nou eigenlijk belangrijker? Vinden wij het belangrijk dat Nederland in de top 10 staat van het medailleklassement en dat de sportorganisaties daar alles voor doen? Of vinden wij het belangrijk dat Nederland aan zijn kinderen gym en zwemlessen geeft? Er is nogal aandacht naar aanleiding van uw tweet gekomen. Wat vindt u daarvan? Hoe reageert u daarop? Ik vond het wel grappig om te zien hoe het explodeerde op Twitter. Dat weet je nooit van tevoren. Dit was dan weer zo'n geval dat het gebeurde. Maar los daarvan, ik vind het belangrijk dat hierover gesproken wordt. Niet omdat ik het niet eens ben met die top 10 ambitie van NOC-NSF... om maar in dat topklassement te komen. Maar ik wil wel eens de vraag stellen van wat heb je daarvoor over? Hoe ver wil je daarmee gaan? En dat het niet alleen maar een discussie is voor NOC-NSF... maar dat het een discussie is die voor de hele maatschappij opgaat. Omdat er ook wordt verlangd dat er vanuit de maatschappij geld en middelen ter beschikking worden gesteld. En als de maatschappij zegt dat willen wij graag, nou, dan vind ik het goed. Maar dan vind ik het wel fijn als daar iedereen ook een discussie over kan voeren... en dat je niet beperkt blijft tot de ledenvergaderingen van de sportbonden en van NOC-NSF. Een heel divers publiek. Er zijn mensen uit onderwijs, uit de topsport, uit allerlei andere sportorganisaties. En bij elkaar denk ik dat er heel veel diverse meningen aan tafel zitten. Wanneer is de discussie geslaagd? Voor mij is de discussie geslaagd als iedereen goed aan het woord is geweest, als alle argumenten zijn uitgewisseld en als we in Ede verder kunnen met het resultaat. De discussie werd georganiseerd door Sportservice Ede, Sportforum Ede en de gemeente. De discussie werd geleid door voormalig tophockeyer Tom van 't Hek. Volgens de directeur van Sportservice kunnen topsport en gym elkaar juist versterken. Ja, ik denk dat het samen kan. Ik denk dat talentontwikkeling heel belangrijk is. Een voorbeeld, mensen die toch iets presteren omdat ze inzet tonen, omdat ze een goede mentaliteit hebben en dat ze gezond leven. Ik denk dat het heel belangrijk is en als goed voorbeeld kan dienen voor kinderen die op school sporten. In het jaar dat Epke Zonderland goud won, waren er minder leden van de turnorganisaties dan voordat Epke Zonderland kampioen werd. In het jaar dat Nederland wereldkampioen honkbal werd, daalde het aantal leden van de Nederlandse Honkbalbond. Precies het tegenovergestelde dan wat je zou verwachten. Vandaag ook een Tweede Kamerlid aanwezig, Rutme Herema van de VVD. Dus het wordt zeker ook landelijk opgepakt. Deze discussie zal nog lang niet ten einde zijn.